verband met de viering van het 50-jarig jubileum van Bureau Zuidema zijn de leden van het symfonieorkest de Kölner Academie in de vroege ochtend uit Duitsland vertrokken om voldoende gelegenheid te hebben het repertoire van dit concert nog eens uitgebreid te kunnen repeteren. Het symfonieorkest bestaat uit ruim 50 professionele muzici. The Kölner Academy started about 10 years ago, and it was basically my idea. I used to be a bass player, and I'm from New York. I lived in New York for a long time, and I played a lot of early music and a lot of new music. And it seemed that at these gigs, the same people would show up, the early music and the new music people. So I thought it would probably be a good idea to start an orchestra that would have the same people and doing this music, early music and new music together. So we got a little money together and got able to sponsor our first concert, which had music of Haydn on it and Arvo Pärt and Barber, which is a little bit of 20th century and 18th century. And that was our sort of kickoff for the whole thing. That's how it started. Initiator van dit evenement, Ruud van Ommeren, is ook vroeg aanwezig om de laatste details door te nemen voor dit unieke concert. Het orkest is jaren geleden ooit actief geweest bij mijn 25-jarig jubileum als directeur van Bureau Zuidema. In heel Nederland kon ik geen orkest gearrangeerd krijgen, want alles was CAO gebonden. En alleen dit orkest met Michael Willens was onmiddellijk bereid om dat jubileum op te luisteren. En sindsdien zijn we bijna als een echtpaar door het leven gegaan, want we werken aan een hele serie cd's. En ik hoop dat nog heel lang met dit briljante orkest te kunnen doen. Ik ga het pianoconcert in A klein van Grieg spelen. Ja, wat het voor een pianist, waarom dit stuk bijzonder is voor een pianist. Ja, je komt er niet omheen. Het is natuurlijk echt een pianistenconcert. Eigenlijk iedereen kent de iconische opening van het concert. Het is smullen, alles wat je op de piano kunt doen. De samenwerking met de Kölner Academie is heel erg bijzonder, ja, om een aantal redenen. Ik vind het geweldig dat ze op oude instrumenten spelen. Althans, dat betekent oude instrumenten, daar spelen eigenlijk alle orkesten op. Een gemiddelde viool is sowieso uit de 19e of 18e eeuw. Maar ze spelen bijvoorbeeld ook op darmsnaren. Ze spelen op de manier zoals ze, zeg maar, vroeger ook speelden. En daardoor krijg je dus een heel, ja, bijzondere klank. En dat begint, zeg maar, vanaf pianoconcerten van Mozart of Beethoven. Maar wij gaan bijvoorbeeld vanavond het pianoconcert van Grieg spelen. En ja, daar hebben we allemaal een heel specifiek klankbeeld van. En dat is allemaal prachtig, maar dat zijn allemaal, zeg maar, de zogenaamde moderne instrumenten. Dus we zijn gewend op een grote, dikke Steinway. Heerlijk ding. Maar ja, toch een ander instrument bijvoorbeeld dan wat Grieg ook heeft gekend. En ook bijvoorbeeld vaak ook met veel dikkere orkesten. En ja, je hebt een hele andere klank. En je hebt ook, ja, een geweldig stel muzici. Het zijn eigenlijk allemaal topmuzici. Die elkaar gewoon dan ontmoeten wanneer er een project is. En dan komen, ja, hele spannende en leuke resultaten uit.
Well, I know Paolo for a long time. We made two CDs together, a Wilms Piano Concerto, actually was the first time I worked with him. And we've done concerts together in Poland of Polish Lessel Piano Concerto and also Haydn Concertos. We've worked together a lot and we like working together very much. So I thought it'd be perfect. He's Dutch and this is a sort of Dutch event, so I thought it'd be a nice thing to do. Ja, het is heerlijk om met Michael te werken. Het is om te beginnen een heel, heel erg plezierig en een warm persoon. Iemand die met veel, veel enthousiasme de programma's uitzoekt, samenstelt. Eigenlijk is hij ook de drijvende kracht achter het orkest. En echt iemand waarmee je ook zeg maar, op hetzelfde niveau kunt samenwerken. Soms heb je ook te maken met dirigenten waarbij het een soort strijd is, een soort straatgevecht van wie is de belangrijkste. En in dit geval, geen van ons gaat dat belangrijk vinden en gaat alleen belangrijk vinden om gewoon zo goed mogelijk muziek te maken. Een concert ter gelegenheid van een mijlpaal. 50 jaar Bureau Zuidema is zeker een mijlpaal. Als ik terugkijk, dan door stormen en door heuvels en dalen. En dan moet ik zeggen dat ik trots ben dat we er zo doorheen zijn gekomen en zijn wat we nu zijn. Wij organiseren dit concert om ons jubileum te vieren, om feest te vieren en vooral ook om te delen. Zuidema draagt cultuur een warm hart toe, want het is een hele mooie expressie van wie je bent en van de kunstzinnigheid van mensen. Dat vinden wij een heel mooi doel. En vandaar dat wij het een hele toepasselijke manier vinden om Zuidema te delen met al onze relaties, klanten, vrienden, bekende collega's. Het concert zelf is samengesteld uit een aantal stukken waar ik als kind al naar luisterde. Ik was 11 jaar en toen was ik al gek op het pianoconcert van Grieg. Dus het is ook een heel bijzondere taal eigenlijk. Hè? Dus Grieg natuurlijk uit Noorwegen. Maar ook laat romanticus. Dus eigenlijk, we denken vaak van het noorden, koud, een beetje stijf. Absoluut niet. Dus is het eigenlijk schaamteloos romantisch. Maar wel vanuit een hele diepe en Noordse achtergrond. En dat samensmelten zeg maar, van de kou en de warmte, dat is wel bijzonder. De gedachte die ik bij de samenstelling van de stukken had, was dat het geschikt zou moeten zijn voor een publiek wat zowel heel bekend is met klassieke muziek, maar ook minder bekend. Vandaar dat ik een soort overzicht heb willen laten zien van wat er in klassieke muziek de laatste 200 jaar aan kleur, klank, kleur, muzikaal, idioom allemaal te horen valt. The program was chosen by Ruud van Omeren. From his early childhood, he said the earliest piece that he remembers is the Grieg Piano Concerto. Everybody in his generation, I think, knows this piece. And Beethoven's Seventh has always been a favorite piece of his. Wat ik heel graag wil meegeven aan de bezoekers van dit concert is dat ik hoop dat bezoekers zien dat er een verbinding is tussen cultuur en werken. Wij hebben natuurlijk 50 jaar voor onze klanten gewerkt, maar dat altijd ook in een gedachte dat er meer is in het leven dan alleen werken. En dat er ook aan kunst, ballet, muziek zoals vandaag, dat het goed is om daar aandacht aan te geven. En wat we nu zien is ook dat met het teruggaan van de subsidies wij in ieder geval in staat zijn om af en toe eens een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van die cultuur en de kunst.